Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij het nieuwe programma Smaakmakers, waarin we aan de hand van een bijzonder gerecht een bijzonder persoon leren kennen. Een persoon die op zijn of haar manier smaak geeft aan de stad Breda. En voor deze bijzondere kerstaflevering hebben we twee personen bereid gevonden om onze gast te zijn. En dat zijn Jan Snijders en Emmy Rauw van de Kerstherberg. Ik ga ze ophalen. Welkom. Hallo Jan. Hey. Dag Emmy. Fijn dat jullie hier in deze voor jullie waarschijnlijk hele hectische weken tijd hebben gevonden om bij ons te gast te zijn. De Kerstherberg. Jan, kan je daar wat over vertellen? Ja, de Kerstherberg is eigenlijk heel eenvoudig. Het is een warme huiskamer voor iedereen die die warme huiskamer in feite zelf niet heeft. Of omdat je de ruimte niet heeft, of omdat je de middelen niet heeft, of omdat je de gezelligheid niet heeft, het gezelschap niet heeft. En al die dingen voorzien wij met kerst. Klinkt als een heel warm initiatief. Ik heb een beetje ingelezen en ik zag gewoon al 35 jaar bestaat dit initiatief. Ja. Emmy, wat voor zaken staan er nou bij zo'n kerstherberg op het programma? Ik kan me voorstellen eten, maar ik denk ook veel meer. Ja. En we gaan inderdaad natuurlijk lekker eten. We hebben twee kerstdiners worden aangeboden. Gratis voor iedereen. We hebben diverse optredens van mensen die ook vrijwillig bij ons komen optreden. We hebben een kindermiddag op de tweede kerstdag. En er is volop gezelligheid en een boel mensen om samen kerst mee te vieren. Dus het wordt een hele warme en leuke kerst. Zeker weten. Dat geloof ik ook wel. Maar hard werken voor jullie. En het vervelende is, nu ga ik jullie vertellen dat we dat hier in dit programma ook gaan doen. Hard werken, maar in ieder geval, we gaan wel de handen uit de mouwen steken. Want we gaan naar de keuken en we gaan een lekkere kerstdis bereiden. Samen met onze chef John. En hij wacht op ons. Dus gaan jullie met me mee? Oké, doen we. Dag John. Hey, alweer hard aan de slag zie je. Ja, we zijn weer alvast begonnen. Hey, toch? Ik zal jullie even voorstellen. Jou even voorstellen aan onze gasten. Emmy John. En Jan. Emmy, hallo. Hi, Jan. John. Hi, Jan. Welkom. En zo in aanloop naar de kerst. Ik heb er zin in. Omdat onze gasten zijn van de kerstherberg. Ja, dus die weten ook wel wat van het lekker voorschotelen van een culinair hoogstandje aan hun gasten, denk ik. Ja. Daar gaan we straks achter komen. Maar wat heb jij vandaag voor ons in petto? Ja, we hebben wel een culinair hoogstandje. Maar het moet toch ook zo zijn dat de mensen het thuis kunnen maken. En daar ben ik van uitgegaan. Ik heb sinaasappelsap heb ik al opstaan. Dat is voor de saus zo meteen. We hebben eendenborstfilet met pastinaak, geroosterde pastinaak. En we doen daarbij gekarameliseerde witlof. Lekker. Ja, de saus laat ik zoetjes aan inkoken met daarbij steranijs en kaneel. En dan als dat goed op smaak is, dan moet echt de tijd hebben, dan doen we er nog honing aan toevoegen. En dan laat het een beetje indikken voor de saus. Dat is de bedoeling. Maar over culinair gesproken, wat smeren jullie dan zo'n beetje? Nou, wat wij... kijk, heel veel zijn we bezig met broodjes, met lekker beleg. Maar wij zijn helemaal afhankelijk van de dingen die we krijgen. Want het basisprincipe van de kerstherberg is, we delen wat we krijgen. Dus mooi. We kunnen alleen maar delen wat we krijgen. En wat we krijgen weten we op kerstavond pas. Want het is zo dat we datgene wat bij de kerstverkoop overblijft bij supermarkten. We hebben met een aantal supermarkten een afspraak. Mooi. Dat spul komt naar de kerstherberg. Ja, ja. En dan wordt 's avonds, als de spullen binnen zijn, dan zijn er een aantal koks die komen kijken van, goh, wat is er allemaal binnengekomen? En dat wordt dan verdeeld en dan gaan we aan de slag en dan zien we pas wat we krijgen. En dat kan nog creatiever zijn. Ja, nog precies. Ja, op het laatste moment. En dat kan heel simpel zijn. Nee. Stamppot. We hebben ook wel eens gehad dat we inderdaad gewoon stamppot hadden, omdat dat heel goed te maken was. Maar ook wel eens een keer gevuld everzwijn. Nou, dat eet je niet elke dag. Nee, absoluut niet. Dus dat is heel gevarieerd. Heel variabel. Ja, mooi. Maar dat is ook de uitdaging dan. Precies, precies. Maar zij doen dan altijd op kerstavond al boodschappen, maar wij gaan nu boodschappen doen. We gaan nu boodschappen doen. Aan de winkel in om de ingrediënten te halen, dus ik zou zeggen, wij volgen jou. Ja, absoluut. Ja? John, we staan hier op de wildafdeling om de eendenborst uit te zoeken. Klopt. Wat voor eend is het? We gaan werken met boerderij eend. Dat is een eend die gewoon, wat gezegd is, op de boerderij wordt grootgebracht.
Heeft één groot voordeel, dat hij heeft niet die specifieke wildsmaak waar veel mensen wel eens een hekel aan hebben. En het andere grote voordeel is dat er geen hagel in aantreffen. Wat normaal gesproken bij een geschoten eend wel dus het geval is. En ja, de smaak is gewoon perfect. En een stukje malsvlees. Ik zal het u even laten zien. Kijk, dat is het boerderij eend. En we gaan hem bereiden op de huid. Daar gaan we mee uitpakken. Want het is nu najaar en het eendje dat gaat zich beschermen tegen de winter. Die gaat vet vormen op zijn huid. En dat gaan we eerst uitbakken en daar garen we de eend in. Zo gaan we te werk. Dat is mooi. Nou, op naar de volgende ingrediënten. Ja, precies. Wijnafdeling bij Charles, met je mooie leren schort. Ik vind hem echt fantastisch. Ik wil hem ook wel thuis. Maar die kan je hier kopen, dus dat is mooi. We eten eend. Wat drinken we daarbij? Het zou kunnen zijn dat we een mooi benaderbare Amarone kunnen nemen uit Italië. Een hoger segment. Een wijn die zich al heel toegankelijk is als hij al nogal wat jonger is. En wel wat zwaar, maar dat is met de saus ook. Dus dat past, dat is een goed huwelijk. Ik heb bij de saus, Charles, sinaasappel, kaneel, steranijs en honing. Dus ik vind het nogal complex om daar een mooie wijn bij te vinden. Dat is moeilijker. Je zou zelfs bij zo'n saus bijna een gebuurtstremiller kunnen nemen uit de Alsace. Een witte wijn dus. Maar omdat eend vaak vereist een rode wijn, is het toch een goede harmonie dan. Oh. Ja. En bij de kerstherberg? Wat wordt er daar gedronken? Rood, wit, bubbels? Nou ja, helaas, bij de Kersenberg is gewoon de afspraak geen drugs, geen alcohol, niet roken. En dat is voor iedereen het beste. En daar houden wij ons strikt aan hoe graag dat we zelf ook een glaasje wijn drinken. Dat doen we dan vandaag? Geen alcohol dus. Ja. Geen alcohol. Dan gaan we door, denk ik. Of gaan we deze proeven nog? We kunnen even proeven. Dat kunnen we even doen. ...2009 en 15,5% rood. Ja. Dat is voor de saus die we erbij doen wel essentieel. Ja. Een zware wijn met 15%. Dat is het hoogste wat je in een natuurlijke gisting nog kunt krijgen. Nou kan ik eerst de darmen beginnen. Hier. Dankjewel. Chef. Dank u. Madame. Dankjewel. A votre santé. Charles vindt het zelf het lekkerst. Ja. Nou, ik vind hem ook heerlijk. Hoor. Ja. Heel fijn, heel fijn. Nou, gaan we er wat op bij maken? Keuken. Op naar de keuken. Handen uit de mouwen. Ja. Die gaan we straks in de oven bereiden. En wij gaan met de eend verder. Okay. Zal ik die even voordoen of heb je wel een idee? Het is net als een gewone wortel. Doe maar even voor. Ja, kijk. Die kant eraf. Deze kant eraf. En dan is het gewoon een kwestie van... Prima. Toch? Goed. Moet lukken. Nou, kijk eens wat we hebben. En wij... De eendenborstfilet van de boerderij eend. En om ervoor te zorgen dat het vet, wat ik straks al op de wildafdeling zei, goed uit het eendje kan, gaan we een beetje helpen. En dat doen we op de volgende wijze. Ik doe er één en jij doet er één. Kijk. Okay. We kerven hem in. Op deze manier. En dat doen we nog een keer. Ruitjes maken, ja. Ruitjes maken, zodat het vet straks... En ik ga je laten zien
hoeveel vet uit het eendje gaat komen. Ja, okay. Alsjeblieft. Ik ben bang dat die voor jou beter gebakken gaat zijn dan die voor mij, maar het gaat helemaal goed komen. Gaat dat lukken met een gevaarlijke grote mes? Hij is erg scherp inderdaad. Ja, een stuk scherper dan mij thuis. Kijk, en als linkshandige mes laten lopen, ja. En als linkshandige ziet dat natuurlijk altijd onhandig uit. Oh, ja, rechtshandige. Ja, wij zijn allebei linkshandig. Is dat zo? Ja, jij ook al? Ja. Hier komen die mooie ruitjes vandaan altijd. Hè? Ja, prachtig. Et voilà. Pan heb ik intussen tijd al een beetje warmte gegeven. En het enige wat we doen, is om te voorkomen dat die aanbakt, klein beetje vetstof erin. In dit geval gesmolten boter. Okay. En meer vet hebben we echt niet nodig. Even op temperatuur laten komen. En dan met de huid naar beneden in de pan. Met de huid naar beneden in de pan. En dan gaan we zelf zien dat hoeveel vet er uit het eendje komt, waar we dan op de huid, op de vleeskant nog mee gaan bakken. Oké. Okay. Even kijken. Ik ken iemand die dat wel leuk vindt dat ik hier ga leren koken. Is dat zo? Ja. Het thuishond. Ja, plammerij. Ja, precies. Lukt het? Ja, gaat prima, joh. Perfect. Ik geef even een bekkentje. Zo, dan kun je je blad vrij houden, alsjeblieft. Ja, dankjewel. En dit hebben we ook niet meer nodig. Tussentijd dat het eendje bezig is, gaan we alvast verder met de saus. We gebruiken daarvoor een prachtige honing. Die gaan we hier aan toevoegen. Want die saus moet echt even indikken. Dus die moeten we de tijd geven. Want wat heel veel mensen vergeten vaak, is dat je alle ingrediënten goed de tijd moet geven om de smaak af te geven. Vandaar dat ik de kaneel en de sterrenijs al lang van tevoren erin heb gedaan. Wat we leuk vinden en smakelijk is voor de decoratie van de saus, is een beetje cestus van de sinaasappel erin. Geeft smaak en is ook heel erg leuk om het gerecht wat meer zicht te geven. Zo, die was terug op het vuur. En intussen gaan we weer eens kijken hoe dat met het eendje gaat. Kijk, je ziet het vet eruit bakken. Ja, goed, kijk, we hebben hier nu al een plasje vet, maar er wordt nog veel meer. Zo. Zo gaan we die ongeveer een 10 minuten op de huid bakken. Niet te hoog vuur, even aanbakken. En dan kan langzaam het vet verdwijnen uit de eendenhuid. En dan blijft lekker sappig. En dan blijft lekker sappig. De pastinaak is voor zo, ja, dat maakt nog wel wat bij voor ons. Ja, een beetje nog. Nog. En dan gaan we die ook alvast voorbereiden, omdat we die in de oven kunnen schuiven. Kijk, perfect. Helemaal goed. Ik doe er wat gedroogde rozemarijn bij. Ja. Ik loop even om. Ja. Klein beetje zout. Meer is dat niet nodig. En een scheutje olijfolie. Het is de bedoeling dat de pastinaak aan alle kanten een beetje vet van de olijfolie krijgt. Even doorroeren en dan kan hij in de oven staan. Oven ga ik in de tussentijd aanzetten. Kijk eens. Ja, mooi hè? En steeds meer vet komt er in het ontspannen. Nog eens even door de saus roeren. Leuk hè? Ja hè? Ja. Pastinaak was al zover. Dan gaan we de witlof nemen. Dankjewel. Al klaar? Bijna. Dat gaat nog in de oven, John? Dit gaat in de oven. Dit gaan we zo roosteren in de oven, ja. En de witlofjes mogen in tweeën gesneden en die gaan we in een beboterde schaal doen. In de lengte, ja, prima. Zo, deze gaan vast in de oven. En als Emmy klaar is, dan kan ik ze dan alweer van je mee
piket naar tafel? Dan werken we verder af. Afgesproken, ik zorg dat het gerecht verder op tafel komt. U heeft nou zo'n klein beetje gezien wat de ingrediënten zijn en hoe we te werk gaan. Mm-hmm. En het eindresultaat laat ik graag aan tafel zien. Ja. Ik ben benieuwd. Gaan jullie mij voor? Ja. Dan volg ik jullie. Want ik wilde graag ook nog eventjes laten zien, hoe viert Breda kerst? Hoe viert u kerst dit jaar? Ik vier kerst met familie. Met mijn familie en de familie van mijn partner. En met gezin thuis. Dus een volle bak 3 dagen feest. Met 3 kerstdiners. Eerste, tweede en derde kerstdag. Met zijn familie en tweede kerstdag op wintersport. Ja, ja. Dus dat is ook niet verkeerd. Met de familie natuurlijk. Dus met kinderen en kleinkinderen. Samen met familie. Dus lekker allemaal aan tafel en voor de rest een beetje actief naar buiten, spelletjes. Nou, daar zitten we. Hè? Uitgewerkt in de keuken. Ja, precies. Heel veel mensen, we hebben het net ook gezien, vieren de kerst toch vaak met familie. En ook heel vaak wel aan een gezellig gedekte tafel, zoals we hier ook zitten. Maar voor sommige mensen is dat niet weggelegd. En die mensen die zijn dus eenzaam en kunnen dus 48 uur is het, hè? Bij jullie terecht in de kerstherberg. Wat doen jullie daar? Jullie zeggen, we geven de mensen daar het thuisgevoel. Hoe doen jullie dat concreet? We doen dat natuurlijk op verschillende manieren. Maar ik denk eerst en vooral omdat we iedereen die bij ons gast is, ook echt als gast behandelen. Dus we willen heel welkom zijn voor iedereen. Iedereen die binnenkomt, die wordt ook met respect behandeld, die wordt serieus genomen. En daarnaast zorgen we uiteraard dat we een ruimte hebben die ook aangekleed is. Soms is het een beetje over de top, maar dat maakt niet uit. Het is ook gewoon echt als ruimte feestelijk aangekleed. We hebben het ook een aantal jaar in een sporthal gedaan. Nou, dan valt het niet mee om die als huiskamer aan te kleden. En toch lukt dat iedere keer weer. En we zorgen uiteraard dat er een aantal lekkere dingen zijn waar mensen van kunnen genieten. En we zorgen voor gezelschap. We hebben ook altijd gastheren, gastvrouwen die daar actief zijn. Altijd een ploeg van minstens 6 mensen. En die gedragen zich ook echt als gastheer en gastvrouw. Zorgen voor de mensen, praten met de mensen. Er worden spelletjes gedaan en er gebeurt van alles. En dat 48 uur lang? En dat 48 uur lang. Beginnend op kerstavond om 7 uur en tot tweede kerstdag 7 uur. Ja. Mensen zijn echt welkom en dat voelen ze. Ja, en waar zijn ze dan welkom? Waar komen? Want ik hoor een sporthal, dat bestaat 35 jaar. Dus waar is de herberg? Dit jaar, we hebben een nieuwe locatie. Dus, okay. Zitten we in het Rondeel. Dat is een gemeenschapshuis, denk ik, waar tientjes en dergelijke zit. Ja. Tegenover het CC-theater. Dus lekker in het centrum. En dit jaar dus voor het eerst daar. En we zijn al wezen kijken daar. En het belooft in ieder geval een mooie ruimte te zijn voor de gelegenheid die wij hebben. Want jullie zijn afhankelijk dat dus iemand zijn ruimte daarvoor beschikbaar stelt, denk ik. Ja, want als we beginnen met het organiseren van de kinderherberg, hebben we in principe, we beginnen met niks. Ja. En wanneer beginnen jullie dan? Welke periode? Begin oktober. Begin oktober, oké. Dan begint het echt. Ja. Er wordt wel vaak al wat voorwerk gedaan. Bijvoorbeeld net als dit jaar, omdat we zoiets hadden van, nou, we weten niet of we op de ruimte van vorig jaar, of dat gaat lukken. Mm-hmm. Dus dan begin je al na te denken en toch al te kijken van, waar kunnen we dit jaar terecht? En dat is soms heel spannend. Maar dit jaar is het eigenlijk, loopt het heel soepel. Altijd, dat weet je dus niet altijd al in oktober waar het is? Nee, we hebben wel eens gehad dat wij op 5 december, dat is 1 keer gebeurd dat we dankzij de gouverneur van de KMA, kregen we op 5 december de mededeling van linksom of rechtsom, ik ga zorgen dat het lukt. We waren zelf bijna dakloos namelijk op dat moment. Ja, precies. Ja, 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 ja. En 3 jaar terug zouden wij in de Gerardus Meerla terecht kunnen. Maar dat gebouw dat werd net overgedragen van de gemeente naar de kerk van de Nazarener. Alleen 22 december of zo ging de sleuteloverdracht niet door. En dan heb je ineens iets van help. En nu? Maar in al die 35 jaar is het goed gekomen? Al die 35 jaar is het goed gekomen. Het komt namelijk altijd goed. Voor een herberg is dat ook wel. Dat zou ook, en de kerstgedachte is gewoon dat het dan altijd goed komt natuurlijk. Nee, maar wat daaronder zit is namelijk, wij doen het vanuit ons christen zijn. Mm-hmm. Dat in praktijk brengen. En we hebben ook zoiets van, kerst is godsfeest. Zijn zoon, de geboorte van zijn zoon, daar staan we bij stil. Ja. En we organiseren die herberg ook afhankelijk van wat hij geeft.
En hij geeft altijd precies dat wat we nodig hebben. Niet te veel, niet te weinig. Soms zijn we wat ongeduldig, maar we krijgen het altijd. Het lukt altijd. Want welke mensen komen er bij jullie? En hoeveel? Weten jullie waar jullie diners voor moeten voorbereiden? Of, Nou, dat is een grapje. In principe weten wij niet hoeveel mensen dat we te eten krijgen. Nee. Dat zijn natuurlijk wel ervaringscijfers inmiddels. En de afgelopen 35 jaar weten we wel op hoeveel we ongeveer kunnen rekenen. Ja. Maar we weten in principe ook niet of we voldoende eten hebben om aan die mensen te geven. Soms moeten we listen bedenken, maar op een of andere manier gaat het altijd goed. Ook met de kerstdiners. Als we meer hebben, dan hebben we op een of andere manier meer mensen te eten. En als we minder hebben, dan zijn er wat minder mensen te eten. Maar het past altijd. Ik vind dat altijd heel bijzonder, dat het namelijk altijd past. En jij bent voorzitter. Ja. Dat heet voorzitter van de stichting. Daar heb je de afgelopen 28 jaar... Van de werkgroep, ja. Afgelopen 28 jaar gedaan. Ja. En dat is dit jaar voor het laatst. Ja. En Emmy gaat jou opvolgen. Ja, precies. Ga je het nou helemaal anders doen, Emmy? Ik ga het echt volslagen anders doen. Ja. Nee, natuurlijk niet. Nee, het is een heel goed concept en het bestaat al 35 jaar. En ja, elk jaar leren we wel weer iets nieuws, dus de verfijning blijft toch wel. Maar het concept blijft het concept en het is goed zoals het is. Dus het zal ook de komende jaren gewoon zijn zoals het is. Ik denk dat het voor mensen ook prettig is dat je weet waar je aan toe bent. En, ja. Ja. En hoeveel vrijwilligers zijn daarmee gemoeid? Ja, heel veel. Ja. Als je alles bij elkaar optelt, dan moet je rekenen op zo'n 250 vrijwilligers die zich inzetten samen. Om voor deze, nou meestal ook ongeveer 250 denk ik gasten die we hebben. Verdeeld over die 3 dagen. Verdeeld over die 48. Ja, precies. Dus het zijn enorme aantallen. Dat zijn inderdaad mensen die spullen ophalen bij de supermarkten, die een bijdrage willen leveren. Mensen die vooraf gaan vragen of ze nog steeds mee willen werken. Dat zijn mensen die spullen ophalen om te koken. Dat zijn mensen die de kerstpakketten die we ook nog uitdelen. Verzorgen en die rondbrengen. Dat zijn mensen die als gast hier op Gastenaal optreden in de Kerstenberg. Maar we hebben ook een paar koren die opkomen treden. Dus de optelsom van al die mensen en die 8 mensen die dan de werkgroep vormen, dan kom je ongeveer op 250 mensen. Die allemaal vanuit de kerstgedachte iets voor een ander willen doen. Precies. Ja. Dat is heel mooi. Ja. Ik zie dat het eten daaraan aankomt. Oh. Dus eens even kijken, John, wat het is geworden. Zo, ik heb voor de dame een stukje gerookte zalm op champagnecirkel. We waren straks met champagne bezig. En ik heb ook daarvoor de pastinaak gebruikt als garnituur. De eend met de sinaasappelsaus, gekarameliseerde witlof en geroosterde pastinaak. Ik wens u heel smakelijk. Uit. Ja. Dankjewel, John. Graag gedaan. Dankjewel. Geniet ervan. Goede zorgen. Dankjewel, graag gedaan. Voordat we gaan eten, Emmy, wil jij nog... Wat zeggen tegen onze kijkers, begreep ik? Ja, ik wil jullie allemaal, bedank je wel voor het kijken. En ik wil jullie allemaal, wie je ook bent, van harte uitnodigen in het Rondeel, in de Kerstenberg. Wij zijn vanaf kerstavond tot en met tweede kerstdag zijn we open. Weet dat je welkom bent. Er is van alles te doen en vooral heel veel warmte en gezelligheid. Dus welkom in de Kerstenberg. Nou, supermooi. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie in deze hectische tijd, voordat dit allemaal plaats moet gaan vinden volgende week, sowieso bedankt dat jullie de tijd hebben gehad om hierover komen te vertellen. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Dat het allemaal weer voor al die mensen zo'n mooie kerst mag gaan worden. En verder neem ik ook afscheid van jullie. En over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe Smaakmakers. En dan zijn mijn gasten Rombout Kerremans en Michiel Stevens. En dan praten we over betrokken ondernemerschap in 2015. Bedankt voor het kijken en voor nu wens ik iedereen, jullie, maar ook de kijkers thuis, hele fijne kerst. Dankjewel. Proost. Nou, eens proeven. Nou. Het gaat vast goed komen. Marieke, je bent toch van harte welkom, hè? Ja. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda.